Hallo, ik ben er weer. Deze keer niet op de manege, maar thuis. Omdat ik ga laten zien wat ik in mijn poetstas heb. En wat ik ook heel graag wou laten zien is mijn zweep. Ik heb glitters aan de bovenkant. Ik vind het zelf heel mooi. Je denkt, Tessa, maar het is niet fijn met rijden. Ik heb altijd handschoenen aan. Nou, dan kan ik ook gelijk mijn handschoenen laten zien. Deze heb ik van Maaike gekregen. En er zit een soort van bondje in. Ik weet niet als je het kan zien, maar... Er zit vlies in. Ja, vlies. En dat is lekker warm. En dat is ook wel nodig met het rot weer. Oh ja, en natuurlijk heel mijn tas. Het is heel erg vol. Dan beginnen we natuurlijk het bekende pennyhalster. Hij zit nu op Binky's maat. Want morgen ga ik mijn proefje rijden. Dan rij ik op Binky, dus dan moet ik het wel Binky's maat hebben. Dan heb ik natuurlijk ook een halstertouw nodig. Ik vind blauw ook heel erg mooi, maar roze vind ik ook heel mooi. Dus dan heb ik een soort van printje. Dan begin ik natuurlijk met een blok. Een scrubblok. Ja, een soort schoonmaakblok voor witte ponies. Voor Binky. Ik heb twee borstels die voor sommige ponies zijn. Deze is alleen voor Pepper. Dan hebben we deze voor Fran. Die leg ik even hier neer. Dan heb ik deze is voor Pepper. Alleen voor Pepper. Ik moet wel uitleggen waarom, hè? Omdat deze de kleur is van Pepper. En tot Pepper mijn tweede lievelingspony is. En natuurlijk, zo gezegd, zo gedaan, heb ik voor Binky. Kan je niet uitleggen. Voor Binky ook een Magic Purse. En dat is deze. Omdat die alleen voor Binky is. Omdat mijn lievelingspony is, staat op nummer 1 van de jongens. Volgens mij is het tijd dat je voetstof ook schoon gaat maken. Ja. Doen we de volgende keer. Ja. En dan ook de borstels schoonmaken, want ze zijn nog een heel klein beetje vies. Dan heb ik de harde borstel. Dan heb ik mijn oude roskam weer gevonden. Dan heb ik nog een andere roskam. Deze die vind ik zelf fijn, want ja, het is een beetje rubberachtig en kan je heel makkelijk poetsen. Dan deze. Staat hier mijn naam op. Dit is een zachte borstel, maar ik gebruik hem gewoon voor alles. En het lijkt meer op een harde borstel. Dan heb ik een blauwe woevenkrabber. Ik zal deze ook afhalen. Kijk. Met een paard. Dan heb ik Binky's favoriete borstel. De zachte. Heel zacht. Het is een glansborstel. Ja. En er springen ook haar uit. Het is van schapenvacht, dacht ik. Nou, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval heel zacht. Ja. Heb ik een hoofdborstel. Ik vind hem zelf ook heel erg fijn. Heb ik een manenkam. Een zweetmes. In de kleur roze. Eetstikjes. Altijd handig. Dan pak ik de poetskist zelf. Dan gaan we al de vakjes af. Hier doe ik meestal mijn snoepjes in. Is nu leeg. En dan heb ik een flesje water altijd erin zitten. Die is nu een beetje leeg. Dan heb ik hier een heel handig vakje. Zit er een pen. Dan heb ik hier zo een boekje. Waar ik dingen inschrijf. Hier staat hier Verona. En hier zo mijn... Een van mijn lievelingsponies, Binky, Pepper en Ladiva. Staat hier de bak. En dan hier zo staat er nog wat. En dan een stift. En dan heb je hier zo nog waar je foto's in kan doen. Heb ik hier zo'n vakje, daar zitten elastiekjes in. Roze. Mooie strikjes. Dat is leeg. Nou, dat kan je wel vertellen. Wij zijn gek van deze
koekjes. Het zijn goed bezig koekjes. Een bolletje. En er zit havermout in. Dan heb ik nog het onbekende bij ons. Koekje. Maar dan hier zit meestal speculatie in en nu zit er troep in. En ik heb nog een tip voor jullie. Tip 5. De laatste letter kan je vinden met buitenrit met Margriet voor het allereerste over het spoor. Voor de Easter eggs. En ja, dat is dus de laatste letter waar je het kan vinden. Laatste video waar je de letter kan vinden. En ik wens jullie nog veel succes met het vinden. En ik ga morgen een proefje rijden. En jullie kunnen natuurlijk ook wel meekijken. Er zit daar ook een Easter egg in. Maar er zit geen Easter egg in. Geef al een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dat zal ik zeer fijn vinden. Dus doei!